D66 in Arnhem heeft grootse plannen rondom het openbaar vervoer in de stad. Raadslid Hans de Vrome vertelt er ons meer over. Wij zagen in het verkiezingsprogramma van D60 dat jullie nogal wat stevige plannen hebben rondom bijzonder openbaar vervoer, namelijk watertaxis. Wat zijn jullie plannen? Nee, wat wij natuurlijk zien is dat zowel aan de noordzijde van de Rijn, aan de zuidzijde van de Rijn allerlei ontwikkelingen plaatsvinden. Allerlei ontwikkelingen die vragen om een verbinding met elkaar. Stadsblokken Meinderswijk, Roermondseplein, een aantrekkelijke corridor naar ik hoop, centrumplaatsen. En ja, wat je ziet als je mensen op een goede manier met een goede bereikbaarheid naar de stad wil krijgen, dan moet je dus niet verder dan alleen een brug van Malburgen over de plas naar Stadsblokken. Dan moet je ook door naar het centrum. Wij hebben binnenkort een programma van eisen te maken. Het openbaar vervoer wordt aanbesteed in nauw overleg met de gemeente door de provincie. En ik vind dat je in een bestek dit soort mogelijkheden geeft ons een optimale ontsluiting op meerdere punten van de beide oevers mee moet nemen. En de watertaxi is daar een van de voorbeelden van. Maar dat moet toch miljoenen kosten? Want als je overal haventjes moet gaan bouwen en je moet de beschepen bouwen, dat is wat goedkoperder om wat bushokjes en wat bussen te laten rijden. Jawel, maar ik kan mij voorstellen dat je dat ook nog kunt uitvoeren zonder overal acht plekken jachthavens te bouwen. Dat je met pontons, vlonders een heel eind komt. Dat hoeven geen dure oplossingen te zijn. En by the way, zit maar in je bestek en je krijgt een aanbod. Kijk, een connection, weet ik, is in meerdere plekken in Nederland ook gewoon leverancier van vervoer, openbaar vervoer per water. Over het vervoer. En of ze dat nou doen met watertaxis, of ze dat nou doen met gewoon verbindingen per boot. Snel fast ferries hadden zij vroeger. Dat zijn allemaal voorzieningen die kun je in je bestek uitvragen. En dan kun je zeggen, ja, doet u dat maar via een bus en rij maar lekker om. Of gaan we zo kort mogelijk verbindingen aanbieden. En is het dan echt alleen voor wandelaars en fietsers of eventueel ook voor auto's? Nee, ik denk zeker niet aan auto's. Als ik al denk van sowieso is het voor wandelaars, voetgangers. Maar ik hoop ook dat fietsers mee kunnen. Kijk, we moeten sowieso naar een goede fietsverbinding. Want we kunnen ook over de brug een nieuwe fietsverbinding creëren. Hè. Dus we zeggen eigenlijk in ons verkiezingsprogramma. De ontsluiting, de bereikbaarheid, de verbinding tussen Noord en Zuid aan weerszijden van de Rijn. Dat staat ons voor de kern. Dat moeten we proberen te beantwoorden.